En wie moet dat dan gaan tegenhouden? De Graafse Jeskes of de Kloveniers? Heb je gezien hoe die 40 weerbare mannen erbij lopen? Als ze nog kunnen lopen. Bovendien, om een houten vogeltje op 12 meter hoogte te raken, hebben die gasten 384 kogels en 4 fusten bier. Maak je nou toch niet zo'n zorgen, Bruur. Het gaat ons lukken. En nu nog een paar weken geduld, zegt onze echte Graafse Ed Panorama niks. En dan? Ja, dan is die toverdrank van Café Oud-Graven weer volop beschikbaar. Hoezo weer beschikbaar? Bestaat het al? Heb je dat niet gehoord, Bruur? Een paar weken geleden was het al klaar. En het is zo'n sterk... Nog één te gaan. Zit dat een pak van Marcel eronder? Sterk brouwsel. Zelfs die vaten klapten open en er is 500 liter toverdrank verloren gegaan. Je meent het? Ja. Ed Pornoramix heeft nu roestvrij stalen tonnen onder zijn kelder staan. Nog een paar weekjes geduld en tot die tijd zullen we het politiek moeten oplossen. Politiek oplossen, Bruur? Dat zal niet meevallen met die wethouders Rix, Hennix en Bendenix.